Peter Jungsleger, hoe diep zitten jullie er doorheen? Ja, het is hoe diep, ja. We hebben dinsdag een zware wedstrijd gehad, maar ja, dat mag niet een excuus zijn. Want zij hebben ook gewoon beker gespeeld. Het was gewoon, matig is nog, het was gewoon heel slecht. En vandaag zat het er niet in. Komt dat? Ja, van achteruit konden we vaak konden we wel het middenveld inspelen, maar de linie daarachter konden we vaak niet bereiken. Dus daardoor leek het tempo heel laag en het was ook heel laag. En ze leken net of we geen zin hebben, maar eigenlijk ging alles vandaag fout. En deze wedstrijd moeten we gewoon snel vergeten en hopen dat we volgende week ons niveau halen. En dan beter voor de dag komen in ieder geval. Je benoemt de linies waarin het misgaat met elkaar vinden. Voor jou misschien ook een andere gewaarwording centraal achterin spelend, waar jij van origine middenvelder bent. Hoe heb jij dat ondergaan? Ja, vorig jaar heb ik heel veel wedstrijden achterin gespeeld. Dus ik denk de helft van de competitie. Ja, en dus dat ben ik wel gewend nou. Alleen die eerste goal ook, dat kon gewoon door mij. En we konden niet meer. Ja, misschien de tweede helft gelijke penalty hadden we moeten hebben, denk ik. 1 of 2. Want de handsbal die was er ook. Dan kunnen we misschien nog de wedstrijd omdraaien. Maar ja, dat zit dan ook niet mee. En dan krijg je de 2-0 om de oren. En dan is het eigenlijk wel, is het wel voorbij eigenlijk. Ja, even terug naar die 1-0, want die leid jij onbedoeld in. Met al jouw ervaring, dat mag met alle respect spelers jou toch niet overkomen? Nee, klopt. Het was gewoon het was gewoon triest voor mij. Het mag niet gebeuren. En het gebeurt wel, maar ja, als je achterin een foutje maakt, dan werd afgestraft door VVOG. En was gewoon heel slecht, maar het mag niet gebeuren, klopt. Tweede helft, doen jullie in elk geval meer aan om terug te komen in de wedstrijd? Zit dan af en toe niet mee, misschien wel penalty momenten gezien. Uiteindelijk leggen ze jullie wel hard over de knie. Heb je daar een verklaring voor? Ja, nee, ik denk de 2-0 was de nekslag. Ik denk tot de 2-0 hadden we nog wel hoop, dat zag je ook. We creëerden nog wel wat en ik denk 2 penalty momenten. En, ja, als het dan 1-1 wordt, dan wordt het een andere wedstrijd. Maar bij de 2-0 zag je het geloof was weg in het team. En dat konden we niet meer omkeren. Jullie hebben veel ervaren spelers in de ploeg, dus jullie weten hoe jullie met teleurstelling om moeten gaan. Wat is nu het recept voor de komende week? Om keihard werken, keihard trainen en we proberen weer te spelen hoe we kunnen spelen. En dan kunnen we tegen Spijkenissen hopen overwinning. En is het dan nu doodse stilte of hebben jullie elkaar nog wel wat te vertellen? Nou, in de kleedkamer was het net wel doodse stilte, dus dat komt maandag wel op de training, denk ik. En daarna, want dan wordt het voor jullie zaak om in elk geval in eerste instantie fit te worden en op elkaar ingespeeld te raken, de nieuwe jongens erin te passen. Hoe zie jij de komende weken voor je? Nou ja, precies. Gewoon moet wat meer leven in komen, denk ik. Want vandaag was het een dode boel. En dat kunnen we alleen bereiken met goed trainen en elkaar neerzetten en elkaar coachen. En de nieuwe spelers die passen zich dan aan. Maar ja, als wij het niveau halen, dan gaat het ook makkelijker voor de nieuwe spelers. En voor onszelf, want we spelen eigenlijk onszelf uit de wedstrijd. En dat mag nooit gebeuren. Afsluitend, was dit nou een voorbode voor de rest van het seizoen of is dit een puur incident geweest? Nee, dat was een puur incident. Zeker weten. Dat is een belofte? Dat is zeker een belofte. Hou je aan, dankjewel. Oké, graag gedaan.